Die gaat omhoog. Hey, goeiemorgen. Jij hebt zojuist je speciale aanval verspeeld. Ik kan natuurlijk naartaalgebruik erin gooien en dan zeggen verneukt. Yo dames en heren, mijn naam is Don. Leuk die we kijken naar een nieuwe Minecraft Hunger Games. Wij zijn hier in een stadgedeelte met allerlei bosjes aan de muren. Wow, so beautiful. En wij gaan natuurlijk ons uiterste best doen om weer de best mogelijke resultaten te behalen. Ik denk dat ik hem heb, best mogelijk resultaat. Wij hebben een broek, wij hebben een shirt, wij hebben schoenen, wij hebben eten en wij hebben een ironstaafje. Wat is dat, woe? Oh, ja, klopt. Ik dacht, what the fuck is dat nou weer voor geluid? Nou, dan weten we dat in ieder geval ook weer. Ik heb zodanig veel gems inmiddels dat ik de Beastmaster, oftewel het wolfje, had kunnen kopen. Dus bij deze heb ik het wolfje gekocht. Ik ben blij, jullie zijn blij, iedereen is blij. Laten wij gewoon onze blijdschap uiten tegenover onze tegenstanders. Dit is Gamineer's Wolf. Ik dacht dat er wolf stond, maar het is gewoon wolf. Oké, als we ook nog even een paar spulletjes naast mijn fucking wolf kunnen vinden. That will be highly appreciated, yes. En dat kunnen we doen in de vorm van kistjes en zwaarden. En hengels en eieren. Fucking eieren, ik zweer het je. Kan je überhaupt met eieren wel damage doen? Is dat een ding? Wat? Are you kidding me? Je dumbass bitch. Oh my god. Mijn fucking wolf is gewoon gestorven aan dit vliegend vlammetje. Fuck. Nou, tot dusverre, mijn wolf, hè? Oh my god. Ja, ik ben zo de lul. Gooi eieren op zijn. Waar is hij? Mijn wolf, ik hoor mijn wolf. Hoe kan dat? Mijn wolf respawnde gewoon. Kill mijn wolf niet. Wat? Woe. Woe, bitch. Woe. Wolf, pak hem. Pak hem. Pak hem. Woehoe. I did it. Ik had serieus niet verwacht dat ik die strijd zou winnen. Goed gedaan, wolfje. Goed gedaan. Op naar de volgende. Vicky, kom. We gaan op avontuur. Hé, er ligt daar iemand. Bruh. Oh, iemand achter ons. Hou hem tegen, Vicky. Hou hem tegen. Hou hem tegen, zeg ik je. Fuck, draai om. Gooi eieren. Wow, hij heeft mijn Vicky gelanceerd. Enorme lul. Nee, ik zit vast. Ah, Vicky. Vicky. Vicky, hou hem tegen. Dit is niet zo goed, jongens. Ik ga hier dood. Ik ben aan het sterven. Hey, lilypads. Woep. Jij hebt Vicky gedood, man. Fokke. Super handig. Al heb je een hengel, ga je het water in en je wint. Hey, tot ziens, makker. Ik hoop dat Vicky weer respawnt. Dat zou echt ideaal zijn. Wow, hij respawnt gewoon weer. Dat is echt ideaal. Oh, en de supply drop is nog dichtbij ook. Nog idealiter. Oh god, Vicky, we worden achtervolgd. Schiet op, Vicky. Hier is de supply ding. Vicky, verstop je. Vicky, je... Oh, mes, bit. Waaah! Woehoe! Dat had ik niet verwacht. Vicky is echt awesome. Oh god. Dit is niet het moment om even in mijn inventaris te gaan kijken van... Hey, wat kan ik weggooien? Terwijl dat eigenlijk wel moet. Die fucking kist die komt eraan. Kom op. Nee. Vicky. Hou ze tegen, Vicky. Vicky. Ah! Druk. Wegwezen. Ik, nee. Gewoon nee. Zit er iemand achter me aan? Vicky zit achter me aan. Ja, er wordt daar dik strijd gevoerd. Wacht even. Dit is mijn moment. Kom. Hier, zal overal. Salo overal. Die Salo, die is ook echt overal. Nou, dit duurt nog wel even. Oh, stond een momentje stil. Dankjewel. Oh my god, alles. Wat is er, Vicky? Ik weet het, ik gooi boten weg. Oké, het enige wat ik heb op het moment is chain. Echt chain. Heel veel chain. Chain. En stenen zwaardjes. Dus wij moeten even ons inventaris legen als wij betere spulletjes willen hebben. Oké, nog 6 tributes remaining. Nog 1 minuut op de klok totdat de kisten weer worden gevuld. Ja, ik weet niet of het erg voordelig is, maar het zal wel. Hier moet je kijken. 1, 2, 3. Fucking lijken die gewoon hier zijn gestorven. Oh, hier nog 2. Hier, lijken die hier zijn gestorven. Mensen die hier zijn gestorven. Oké, de kisten zijn weer bijgevuld. En hier zit niet beter spul. Ik zoek ook gewoon echt... Oeh, jezus, Vicky, je liet me schrikken. Ik zoek ook gewoon echt specifiek beter spul. Maar ik zie echt alleen maar poep. Supply drop, nog eentje. Daar is de straal. Go! Nee, Vicky, val hem aan, Vicky! Fuck! Yes, gaat goed. Hij valt mijn wolf aan en dan geef ik hem 2 mapjes.
En dan raakt hij mij meer dan ik hem raak. Woep. 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 En dat is een afleiding en dan draai je om en dan bam. Ah, man, dat had moeten werken. Maar het werkte niet. Het tweede potje staat op het punt te beginnen. Wij krijgen zo direct weer natuurlijk Vicky als ons compagnon in deze strijd. Ik heb nu eventjes wat meer informatie gelezen over hoe Vicky tot zijn werking gaat. En daar kunnen wij natuurlijk ons opperste gebruik van gaan maken. Dus het blijkt dat als je rechtermuisklik doet met een wapentje, dat hij dan gaat hij tackelen of zoiets. Dan gaat hij iets doen. We are going to try that, because Vicky has been spawned. And now we go find friends. Friends! Friends! Oh my god, ik werd gelanceerd. Vicky! Help me! Woehoe! Vicky, je dumbass bitch, waarom viel je naar beneden? Ah, nu viel ik ook naar beneden. Wat een YOLO hond. Hey, een enchantment table, komt dat even goed uit? Floep! Sharpness, oh yeah! Ah, nog meer stone swords. Nou, stone sword is blijkbaar niet meer speciaal. Er zijn er nu zoveel. Oeh, daar loopt een persoon. Het is wolf tackle tijd! Hey jij daar, komt u deze kant op? Meneer met de 240p, go! Shit, ik heb mijn cupstrike gemist. Wacht, opnieuw. Waaap! Pap, nee, ik heb hem weer gemist. Help, Vicky! Waar ben je, misselijkmakend hondje? Ik snap serieus niet, waar is mijn hond heen? Waar is mijn hond? Daar is mijn hond. En ja, met een hond werken is echt kloten. Eenmaal aangenomen in het volgende potje moeten wij eventjes goed nadenken over hoe wij Vicky het beste kunnen optimaliseren in de strijd. Ik bedoel, ik ben dat nog niet helemaal gewend om met een hond tezijde mij te... Je snapt hem, ik ben gewoon niet gewend om met een hond te vechten. Denchmate, ik ga achter jou aan. Net zoals Checkmate. Ja, komt u maar. Huppakee, op uw muil. Komt u hier? Wow, hij spurt er vooruit. Kom hier. Oh, bijna. Heel bijna. En dat wolfje van mij, dat valt ook gewoon niet aan, hè. En zijn wolfje zit ook een beetje van, wat gebeurt er? Hé, hij heeft een donatiemuts achtergelaten. Nou, wij moeten natuurlijk donatiemutsen accepteren. Want die tactiek gebruiken wij natuurlijk ook. Donatiespulletjes geven en dan komt alles goed. Dan moet ik wel natuurlijk zo vrijgevig voor die man zijn. Dat ik me eigenlijk wel aan mijn woord hou. Ik vraag me af waar die is. Oh, hij is hier. Nou, nu heb je toch wel even een momentje gehad. Kom. Wat? Waar ben je? Waar ben je? Wolfje, val hem aan. Nice. Huppakee, op uw muil. Oeh, een kompas zelfs ook nog. Kijk, dat, dames en heren, is fijn. Fijn om aanwezig te zijn. Oké, gebruik de kompas. Gebruik de wolf. Gebruik alles tot in uw voordeel om te winnen. Hopelijk is dit geen team van twee, want dan eet ik mijn hoed op. Ik heb geen hoed, dus er valt niks om op te eten. Maar dit is de eethoed challenge, begrijp dat dan. Ja, ze hebben niks door. Oh shit, ze zien wolfje. Vicky! Shit! Surprise! Wat, serieus? Meen je dit? Oké, dan kom ik wel achter jou aan hoor. Hey, jullie zijn te getunnelvisiet op één punt. Eén punt, zeg je. Wauw, hij mapte me hard. Hij mapte me zo fucking hard. Dat is ongelofelijk. We geven niet op. We blijven het proberen met Wolfje. Want er zijn mensen die hem hebben en die voelen zich echt optimaal. Ook al begin ik steeds meer mijn twijfels te krijgen over Wolfje, zijn aanwezigheid. Maar we kunnen nog altijd ons beste beentje voortzetten om te kijken of het überhaupt goed werkt. Hey, jij daar. Oh, jij ging geen eens stilstaan. Dan pak ik de kist wel hoor. Op naar de overkant. Vicky, komt u mee? Wat heb je toch een mooie roze band, hè? Dat is toch prachtig? Waarom de fuck ligt die vis op de grond? Het is een valstrik. Pak het niet op. Hey Vicky, als er iets is, hè? Je meldt het aan me, hè? Je blaft gewoon eventjes van, hey man, er staat iemand achter je. Gewoon echt letterlijk in die zin, want anders versta ik je niet. Waar de flux is iedereen? Ik zweer het je. Ik kom niemand tegen. Oh, nou, speak of the devil. We komen iemand tegen. Hey, jij daar. Kom hier. Kom hier. Vicky, Vicky battle. Waaap. Vicky! Heb ik nou mijn eigen Vicky gemapt? Sorry, ouwe. Dat was niet de bedoeling. Oké, hier was ergens geloof ik een enchantment table. Ik heb twee leveltjes, dus dat komt eventjes goed uit. Wij zetten ons zwaard en we krijgen sharpness. Wij pakken onze chest en we gebruiken... protection, kijk. Wat is er, Vicky? Ik hoorde je blaffen. Je zit achter het hek, wat ben je toch sukkel? Als ik het kompas moet geloven, zit er iemand hier of zo. Ik geloof... Ik begrijp het echt niet meer. Ik hoor iemand eten aan zijn knabbeltjes.
knabbelen aan zijn etentjes. Hij zit hierboven. Het klopt. Shut up, Vicky. Niet blaffen nu. Wow! Daar is hij! Hebbes. Ja, hier moet je kijken. Chain en stone. Dat is zo'n beetje echt de gang van zaken nu. Dat vind ik wel een beetje belachelijk. Oh, jongens. De deathmatch gaat beginnen. Waar is hij? Oh, daar is hij. Hallo. Werkt mijn wolf toevallig ook in de deathmatch? Dat zou wel ideaal zijn. In 3, 2, 1. Go! Ah, mijn pijl. Waar is mijn pijl heen? Staat achter het smerige paaltje. Ja, ik heb mijn wolf. Kom maar. Ik wacht wel hoor. Oké, ik schoot op mijn wolf. Oké, daar gingen al mijn pijlen. Serieus. Pak hem. Goed gedaan. Goed zo. Pak hem. Hup. Op zijn muil. De overwinning zal aan mij zijn. Overwinning is aan mij. Ha. Werd tijd dat we ermee wonnen. Ah, nee, ik sta weer in iemand. Ik wil dan... maar dan is Wolfje er nog niet. De struggle is groot. Eliminati. Verdomme. We gaan Eliminati beuken. Hij wordt mijn aardsrivaal in dit potje. Ik ben hem nu alweer kwijt. Fuck it, Eliminati confirmed. Oeh, Wolfje. Een tegenstander. Wolfje, pak hem. Pak hem, we hebben hem, jongens. Oeh, ik zie er iemand. Is dat Eliminati? Hij heeft dezelfde ogen. Motherfucker. Ik ga naar hem toe. Eliminati confirmed. Waar de fuck is hij? Oh god, de muur komt al op me af. Hopelijk ben ik hem te slim af. Ik hoorde hier een kist. Ja. Hey, jij daar. Gezellig dat jij ook aanwezig bent. Pak hem, wolfje. We hebben hem, wolfje. Jij daar binnen. Gluipert. Jij, nee, wolfje, pak hem. Pak hem, jij dom beest. Pak hem. Pak hem nu, ja goed zo. Wolfje, pak hem. Hé, wat, dit wolfje ouwe, ik zweer je. Ik hoor vlammen, een uitstekende locatie om mijn spullen weg te gooien. En om je wolf dood te laten gaan. Fuck sakes. I be tripping balls, man. Maanverduistering, confirmed. Ik zag net vuurwerk in de lucht, dat betekent dat er daar iemand dood is gegaan. Ja hoor, hallo. Wolfje staat om het hoekje. Druk op het knoppie. Hij komt. Hij was hier. Huh? Waar is hij heen? Is hij hier? Ja. Ik zie hem. Waar ben je? Daar is hij. We zijn totaal verward. Hij weet niet waar ik ben. Ik weet waar hij is. Wow. Map hem. Ik ben met je. Wolfmanen. Wat gebeurt er? Ik zit in het midst. Haal die wolf van me af. Dozie. Ga sterven. Komt u. Huppakee. Op je muil. Oh. Woe. Ei erachteraan. Ah, oh, die miste. Iedereen die ging echt weg. Oh, ik wilde net zeggen. Iedereen ging vertrekken, maar dat is niet zo. Weg. Wegwezen. Weg. Hoppakee. Muil. Oh god, daar is nog een strijd gaan. Er zijn zoveel strijdjes. Hij heeft me niet door. Come on. Ja, come on. Geef me de punten. Ik wil die chest van jou. Waarom sloeg ik jou en kwam dat niet aan? Let op, hij gaat omdraaien zo direct hoor. Tenminste, dat zou ik doen. Ah, dit vind ik zo laf, joh. Come on. Je loopt je vast, hoor. Ik ben hier beter in dan jij. Oké, blijkbaar niet, want hij loopt in één keer zo snel. Ah, fuck you, man. Zo irritant. Waarom is die ground pound bullshit? Waarom is dit überhaupt een aanval? Dat is pas echt imbalance. Je kan van iedereen wegkomen als je een wapen hebt. Je ziet het. Je draait om, je lanceert de persoon en je bent weg. Ik weet niet, dan klopt er iets niet met je spelletje als dat mogelijk is. Chests zijn in ieder geval bijgevuld, dus we kunnen alles pakken wat we willen. Indien er wat leuks tussen zit natuurlijk. Maar dat zit er niet. Oh, er komt iemand. Opletten. Wolfje, opletten. Hij zit in mijn nek. Hoppa, probeert hij me toch even te mappen daar. Hoppakee. Wat? Ik heb je al 500 keer geraakt op mijn beeld. Ja, deze man ouwe, ik zweer je. Is dit een 1 tegen 1? Nee, er zijn echt meer personen. Er zijn echt fucking 4 personen in deathmatch? Dat heb ik nog nooit gehad. Wat moeten we doen? Help me! Wolfje! Come on, Vicky! Op zijn muil! Hé, dat is één. Oké, waar is die andere? Want er is er nog eentje blijkbaar. En die heeft de strijd hier gewonnen. Huppa! Wat? Je staat stil... Nee, je stond niet stil. Huppa! Hup, oké, die was mis. Ik weet niet hoeveel pijlen ik heb. Dus ik kan dit
vies hard onderschatten of ik map hem gewoon in één keer op zijn muil met een pijl. Subliem. Hier gaan we dan, het volgende potje. Oké, are you ready? Jij bent mijn tegenstander voor dit potje. Ik zal jou onthouden. En zodra ik jou tegenkom, ga ik je keihard mappen. Maar voor nu is onze eerste tegenstander de loop daar. Is dat are you ready? Nee, dat is niet are you ready. Jammer. Maar we gaan hem wel beschouwen als de eerste tegenstander. Komt hij weer. Huppakee. Dat ging al goed. Dat gaat goed. Vallen. Huppa, die is dood. Ik wilde net zeggen, een kompasje. Dat zou wel fijn zijn. Wat komen we tegen? Een kompas. I am the king of this village. Everyone who treads passes a... Oké, ik weet niet meer waar ik naartoe ging met die zin. Maar er zit hier in ieder geval een persoontje. En die wil ik eigenlijk best wel doden. Die komt... Nu naar buiten? Nee, die gaat omhoog. Hey, goeiemorgen. Jij hebt zojuist je speciale aanval verspeeld. Ik kan natuurlijk naartaalgebruik erin gooien en dan zeggen verneukt. Maar dat vond ik niet helemaal nodig op dat momentje. Ik hoor water. Dat kan ook gauw, maar ik dacht dat ik iemand hoorde zwemmen in het water. Er is een supply drop en daar is de straal. Oké, we gaan er naartoe. Het is fucking ver weg. De supply drop is daar, come on, ik hoop dat hij nog niet gedropt is. Oh nee, shit, hij is net gedropt. Of nee, ik hoor hem knetteren. Ik ben nog op tijd. Ik ben niet de eerste. Hey, het is Laura. Hey, Laura. Hey, jij daar. Laura. Jij bent van mij. Dankjewel voor de diamondbroek. Ah! Let op, Vicky. Pak hem. Oké, doe maar niet. Located iReady 100 blocks away. iReady leeft gewoon nog. Kijk, dat vind ik een pracht om te zien. Mijn aardsrivaal voor dit potje heeft gewoon nog tot het einde overleefd. Dozzy zit wel erg dichtbij. 20 blocks away. Hij zit in het midden. Ja, naar. Dat zijn twee personen. Hallo, toedelen. Oh, ze gaan weg. Doki. Ah, shit. Ik wilde nog een enchantment table zoeken. Oh, god, nee. Dat mocht in de deathmatch uitgevochten worden. Oké, hij heeft een enchanted sword, dus hij is een gevaar. Ga op hem. Oh, ik heb een pijl gemist. Pijl, waarom gaat iedereen op mij? Zo, de meter op, gauw. Huppa, jij ook. Nee, iedereen weg van me. Woe, weg. Ik heb geen pijlen meer. Potverdiggy, Dozzy. Dozzy heeft een vet goed zwaard. Dit is niet eerlijk en hij ziet er ook het beste uit. Pak hem. Hier, pak hem. Oké, toch niet. Terugtrekken. Er is nog niemand gestorven. Wat is deze? Zit iedereen achter elkaar aan te rennen of zo? Ja, op elkaar. Ik heb een enorm verschrikkelijke periode voor hun gekozen om aan te vallen. Dozzy! Yes, jongen. 3 op een rij. Dan zou je bijna denken dat hij gaat twerken op de camera, maar dat gebeurt niet. Want ik verlaag me niet tot dat niveau. In ieder geval... Bedankt voor het kijken. Vond je het een toffe video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Hunger Games. Tot de volgende keer. Doei doei!